Lilian Anneloes won afgelopen juni Kunstbende. Ze werd eerste in de categorie taal en tweede in de categorie film. De afgelopen maanden heeft ze samen met haar coach Ellen Dikwiets keihard gewerkt voor haar nieuwe werk. En dat laat ze vanavond op het Wintertuinfestival in Nijmegen zien. De winnaar in de categorie taal op nummer 1 is geworden... Lilian Anneloes! Lilian, vanavond je nieuwste werk op het Wintertuinfestival. Wat kunnen we verwachten van je? Een heleboel geschreeuw over een heleboel frustrerende topics. Of over één frustrerend topic, denk ik. En wat is dat topic dan? Omgekeerde vrouwenhaat. Daar gaat je show over? Performance denk ik meer. Maar het gaat over mannenhaat, maar niet echt mannenhaat. Omdat ik mannen niet echt haat. Maar het gaat over het soort mannen wat ik haat. Wat voor soort mannen haat jij? Ja, als ik dat ga zeggen, dan verklap ik denk ik al een deel van de tekst. Ja, maar dit wordt pas na de show, na de voorstelling uitgezonden. Oké, in dat geval typische bier- en tietenmannen die met hun polo's en CNA-spijkerbroeken de straat tyranniseren. Oké, dat is duidelijk. Goed, Ellen, kun je aan mij uitleggen wat jij samen met Lilian hebt gedaan de afgelopen tijd? Lilian heb ik begeleid in een traject namens de Kunstbende om haar voor te bereiden op twee grote dingen des levens. Het eerste is een optreden op het Wintertuinfestival. We zijn daar nu vanavond. We hebben gewerkt aan haar dictie, aan haar verhalen en aan de manier waarop ze op podium staat. En ten tweede zijn we bezig met haar te leren redigeren hoe je zelf strenger naar je eigen werk kan kijken. Voor mij sowieso wel een belangrijk moment was het moment in 2013 dat ik toen Taal en Expo tegelijkertijd won bij Kunstbende. Daar is één zo'n foto van, maar die foto heb ik nooit gekocht. Dus er staat echt nog zo'n tekst overheen. Van deze foto kun je kopen op bla bla bla. Maar er is één foto waarbij ik echt zeg maar zo op de foto sta, omdat ik echt gewoon met mijn camera nog om... gewoon om mijn nek, omdat ik echt dacht van ja, ik ga niks winnen, want ik ben nooit wat op Kunstbende. En toen had ik wat gewonnen en toen was ik helemaal huilen en helemaal van oh my god, want dat was een hele persoonlijke tekst wat ik had geschreven. En dat was zo'n intens moment. Ik heb een hele lange tijd gedacht dat dat het moment was waarop ik het allergelukkigst was. Dat ik eindelijk het idee had van wow, ik doe iets en dat wordt erkend en mensen vinden dat goed genoeg om daar dan een prijs aan te geven. Maar toen won ik dus nog een keer. Daarna, eigenlijk zijn er twee foto's, toen won ik nog een keer. Toen had ik net mijn camera afgedaan met Expo. Of andersom, dat weet ik eigenlijk. Nee, het was eerst Taal en toen Expo. En dat was zo'n raar moment dat ik dingen had gedaan en dat mensen dat goed vonden. Dat was zo'n openbaring dat ik dacht... Wow, ik kan iets of zo. Of ik ben niet aan het verzinnen dat ik iets kan. Hey, je hebt Kunstbende twee keer gewonnen. Eén keer taal, één keer film. En wat heb je in de afgelopen maanden gedaan naast het voorbereiden van deze voorstelling? School. Wat doe je? School. Kunstacademie Minerva in Groningen. Oké, dus dan kan je ook wel lekker bezig zijn hiermee. En ik vroeg net al aan je coach, maar waar sta je over 5 jaar, denk je? Ik heb geen idee. Ik hoop dat ik mijn geld verdien met kunst en schrijven en dingen doen waar ik van hou. Maar ik wil daar niet te veel over zeggen, omdat ik niet weet of mijn toekomst daarin heel zeker is. Maar ik ga zeker door met doen wat ik wil en we zien wel wat daarvan komt. Waar staat ze over 5 jaar? Ik denk dat ze dan right now inmiddels heeft gewonnen. En ook het ligt er heel erg aan wat haar eigen keuze gaat zijn. Ik verwacht wel dat zij met installaties, met film echt al naam heeft gemaakt. Ik weet het met schrijven nog niet. Ik denk dat ze daar zelf ook nog meer zichzelf mee aan het ontwikkelen is. Maar ik verwacht dat ze op minstens wel een paar beginnende kunstenaarsbeurzen heeft binnengesleept. En dan minstens 2 keer het Koningspaar de hand heeft geschud. Oké, we zetten laag in, merk ik. Je hebt net opgetreden. Hoe ging het? Ik geloof dat het wel goed ging, want iedereen zegt dat het wel goed ging. Maar ik versprak me op een gegeven moment, maar ik hoop dat dat te overzien is. Ja. Heb je al met je ouders gesproken, want die zaten er ook?
geloof ik? Even. Ik heb alleen gezegd, ik ben over 5 minuutjes terug. Dus, maar ik spreek ze zo meteen wel. Ja. En achteraf gezien, was je zenuwachtig toen je het podium opging? Toen ik het podium opging wel. Ik had echt mijn hartslag hier zitten. Er zaten ook de hele tijd mensen in de zaal zo van, ja, gaat goed? Ik zo, nee. Maar het ging wel, ja. Toen ik eenmaal stond, was het wel oké. Okay. Ja. Even mieren neuken, sorry. Je hebt je 1 keer versproken, geloof ik. Volgende keer niet meer doen, hè? Ik zal het proberen niet te doen. Maar dat ook 2 woorden die zo erg op elkaar lijken. Dat ging gewoon even niet goed. Maar het was wel een beetje kut, want het was een beetje een belangrijk stuk van de tekst waar ik ook echt, zeg maar, voor ging staan en zo. En toen ging het verkeerd. Dat was een beetje jammer. Maar dat kan gebeuren. En volgens mij ging het wel goed. Dus. Ik vond het heel goed gaan. En nog een hele fijne avond. En het was top. Dankjewel.